Ja, vooral natuurlijk die, die meneer die in Oslo het Kontiki-vlot was gaan bekijken. Een van, mijn, de, een van mijn, voor zover ik een bucketlist heb, een afschuwelijk woord, wil ik ook dolgraag nog het Kontiki-vlot zien voordat ik eh, naar de naar eeuwige de jachtvelden vertrek. Wat is daar zo speciaal aan? Ja, ik vond dat als kind, als jongetje, heb ik natuurlijk dat boek gelezen, de Kontiki-expeditie. En ik vond dat geweldig werkelijk. Het Volossum, kunt u mij horen? Nog een vraag over Van Gaal. Uh, die heeft nu de, be de Van Gaal? Ja, die heeft een traan in zijn ogen. Heeft hij mensen moeten afbellen die niet mee mogen naar de WK. Die dus niet in de selectie Oh zit. jeetje, de WK, ja. Sillissen zit er niet bij. En hij zegt, ik heb echt moeten huilen. Uh, want uh, zo erg vond ik het. Maar jij hebt al aangegeven dat je niet gaat kijken, hè? Het interesseert je niet. Nee, het interesseert me niet. En iedereen mag van mij naar Qatar. Ik vind het helemaal niet erg als je naar Qatar gaat. Ja. Eh? Wat erg is, is dat, dat Qatar überhaupt gekozen is als een plek voor de. Nou, het zullen wel de wereldkampioenschappen zijn, neem ik ja, aan. Ja, WK, ja. Ja, ja dat dat nooit moet gebeuren. Maar als het eenmaal gebeurd is, ja, dan, is het, dan is het leed bijvoorbeeld al geschiet. Ja. Dag Maarten, ik wilde met deze uh, message nog even reageren op je argumenten over de positie van China. En onze wederzijdse economische afhankelijkheid. Ik ben in de grote lijnen met je eens. Ik wil toch nog iets toevoegen. Ik denk dat de angst om de toenemende macht van China niet zozeer komt vanuit onze afhankelijkheid, maar vooral op de manier waarop China zich presenteert en het feit dat we op veel fronten toch te veel leunen op de productie uit China. Nou, dat valt naar mijn idee wel mee, want dan zou je toch een analyse moeten maken van de productie van tal van complexe industriële goederen. Ik heb al uitgelegd dat er in de Economist een buitengewoon aardig artikel stond. Over het feit dat Apple druk bezig is om een deel van de productieketen naar India te verplaatsen. Dat is, gaat echt om: van, kijk wat leuk de poes in een mandje. Ja, heb je dat nog nooit gezien? Jawel, maar dat vind ik toch leuk om te zien. Er ja. dus, uh, komt mevrouw op de fiets Ja, die, die is echt serieus. Ja. Ik moet zeggen dat ze een hele vlotte start heeft men. Zeker een hele zware kat. Maar. Ja, dan kan die niet ontsnappen. In die uh, ja, dat is wel zo natuurlijk. Maar goed, dat, dat is de. S de essentie van een wereldeconomie is dat ook de productieketens over de hele planeet verspreid zijn. Ja. Met voornamelijk als uitzondering Afrika, waar natuurlijk bar weinig productie is. Althans, ja. industriële productie. En Latijns-Amerika is natuurlijk ook een, een structurele achterblijver. Tommy Klein zegt Maarten bij het. Uh... Artillerietorentje, noem jij de kanonnen kanons? Echter, kanonnen heten pas kanons wanneer ze op schepen worden gebruikt. Ik weet het ook pas sinds <laughs> kort vandaar dat het me opviel. Bedankt voor de leuke podcast. Kanons, oké. Okay. Bij deze. Ja, er zijn ook nog mensen die stellen allemaal me vragen over hoe is het bij de slimste, maar daar mag je niks over zeggen. hè? Nou, gezellig. Ja. Bij de slimste, je weet dat ik ook op dat punt vorig jaar me lelijk versproken heb. Maar ja, we zijn net begonnen, dus ik kan heel weinig verklappen over de gang van zaken. Misschien moet ik nog eens duidelijk maken dat je natuurlijk veel leest over al die ellendige toestanden bij die televisieprogramma's. Maar dat ik ben, ben, doe dat nu ruim tien jaar. Volgend jaar elf jaar in feite, 23. We zijn in 2012 begonnen. En ja, het is altijd een hele goede sfeer. Geen, geen Russisch, geen rare drama's. Ik heb bar weinig geuring in de tent, ik kan niet anders zeggen. Ik doe, ik doe het alleen omdat ik het hartstikke leuk vind om te doen. Ik zie het als een uitje. Ja, en wat ik wel leuk vind is dat de mensen bij de slimste in het publiek, dat die dus allemaal vrijwillig daar naartoe komen. Die worden niet betaald daarvoor. We zijn aanvankelijk begonnen, heb ik geloof ik, ja. alles verteld met betaald publiek. Maar dat was vrij snel afgelopen. Ja, want wij hebben bij die mensen bij Renzo waar wij zaten, die kregen allemaal 25 euro om daar te Zo, zitten. Oh, nou dan ben vind ik wel prijzig. Ja. Waren wel allemaal een beetje opvallende types dat oh, de ja? in het publiek? Ja, er zat ook zo'n man tussen die zat altijd bij Jensen zat in het publiek. Het lijkt wel of dat zo'n circuit is van mensen die al die programma's langsgaan. Ja, kennelijk wordt het, ik word, het is een soort liefhebberij. Want we hebben bij de slimste mensen ook zo iemand die er ook altijd bij is geweest, en die mag ook altijd naar binnen? Kennelijk. Ik, ik heb wie, hoe dat toelatingsbeleid dus is, ik heb geen flauw idee. Ja. Ik mag er altijd in. Maar bij Op1 is mij opgevallen, daar hadden ze eerst ook publiek. En toen door corona mocht dat niet meer. Nu hebben ze dat achterwege gelaten. Ja, en, en ik, ik moet zeggen, bij de slimste mensen vond ik de hele volledige afwezigheid van het publiek, die door trouwens tal van, van de programmamakers wel op prijs werd gesteld. Want jij ja, je hebt een probleem minder erin en eruit en maar dat soort van dingen. En maar ik, ik vond het toch wel een beetje een kale boel. Dus ik, ik ben wel een voorstander van publiek, maar het moet niet te veel zijn. Nee. En ze, ze ik vond bijvoorbeeld daar bij Renze Vond ik ook die, die studio, die is veel te groot met al die nepramen en zo. Dat, <laughs> ja, dat zou ik allemaal hartstikke strak trekken. Ja, want dat hebben de kijkers niet gezien. Maar toen jij opkwam, toen vroeg Renze, wat vind je van ons nieuwe decor? En dat vond jij niet. Nee, uh... ja, vond het waardeloos, zeg. Vond helemaal niks. Dat je handen meteen popelen van. laten we dat nou eens even een beetje modern. Het eh, zag er ook zo dorps uit, eh, vond ik. Oh, wat, ik vond die studio niet heel groot. Het gebouw was heel groot, maar... Die het is stu kon een stuk kleiner. Ja? Het is een talkshow. Is het bij de slimste kleiner? Nee, de studioruimte is vrij groot. Maar het, het decor van de slimste staat in die studioruimte. Dus dat is relatief niet zo verschrikkelijk groot. Nee. Oké. Okay. Dan hebben we hier Martijn, nee, sorry, Marijn de Waal. En die zit in Virginia. De website 538, waar je het altijd over hebt. Die ontleent zijn naam aan het uh, totaal aantal electors in het uh, belachelijke Electoral College, namelijk 538. Dat wist ik niet, moet ik zeggen. Okay. Het is Neet Silver die natuurlijk ooit zijn reputatie gevestigd heeft door, ik dacht god, wanneer was het? 2012 of zo. Alle staten goed te voorspellen. Maar in, in 2016 zaten zij er ook volgens mij naast, dat wil zeggen kijk, die, die voorspellingen Kijk, je kunt zeggen, de kans dat, dat Trump wint is uh, 30%. Dus dat betekent dat de andere kandidaat, in dit geval Hillary Clinton, 70% kans heeft. Dus dan zijn wij al heel snel geneigd om te denken, nou dan zal Hillary het wel worden. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Als je die percentages, kijk, ook als iemand 10% kans heeft en de andere kandidaat 90%. Dan denk je ook, ik kan rustig gaan pitten, want dat, dat, dat loopt wel goed af. 10% kans, ze hadden nog 10% kans. Jij ja. Ja, 10% kans had om morgen een miljoen te winnen in de loterij. Hè? Dan ben je wat teleurgesteld dat het dan niet gebeurt, maar het is een reële kans dat je het wel doet. Ja. Maarten, allereerst bedankt voor de leuke en zinvolle gesprekken over de podcast van de excuses. Het volgende. Ik deel in ieder geval je mening. Ik vraag me wel af waarom het slavernijgedeelte van Europese slaven in islamitisch Noord-Afrika en de islamitische Turken onderbelicht en bewust klein gehouden wordt, zegt Gerard. Dat is waar. Slavernij is een heel algemeen probleem, ook een wereldwijd probleem. En... Ja, wij wonen nou eenmaal in West-Europa en in West-Europa en de, trouwens ook in het bijzonder ook de Verenigde Staten natuurlijk, hebben wij een slavernijverleden. De Verenigde Staten worstelen tot op de dag van vandaag met hun slavernijverleden, omdat ze er niet in geslaagd zijn om dat, laten we zeggen, op een fatsoenlijke en humane wijze af te hechten, omdat de zwarte bevolking in de Verenigde Staten nog steeds systematisch gediscrimineerd wordt. Ja. Er is nog iemand die zegt Pierre Cartner maakt poëzie voor de massa. Oh ja, mijn best als dat zo is: Poëzie voor de massa. Even kijken, dan nog een vraag. Uh, Maarten: die Russische troepen die nu weggaan uit Gerson, is dat nou een valstrik of is dat nou echt omdat ze uh, zich moeten terugtrekken? Als ik het zou weten, dan zou wel vrij typisch zijn. Dat iemand die in een Frans Halstraat in Utrecht in een autootje achterin zit, dat hij zegt, ja, dat in Gerson, dat is compleet Gerson is booby trap, dat is al bekend. Ik ben er vannacht nog even geweest en echt, dat is daar, ik heb geen flauw idee, mijn indruk is dat, uh, uh, nou ja, dat werd dus door de Oekraïnse uh, militairen, werd dat gezegd. En ik denk dat zij daardoor wel uh, voorzichtig zullen naderen. Ik, als ik het goed heb begrepen, was de hoofdoorzaak van het Russische vertrek. Eventueel met achterlating van, van gedeeltelijk van boobytraps traps of andere, andere kunstenmakerij. Omdat ze natuurlijk de, de Oekraïnse leger de bevoorrading, de logistiek hadden afgesneden, dat, dat de Russen in Gersel niet meer bevoorraad konden worden. Dan hebben we hier iemand die zegt: Duitsland gebruikte een beetje dezelfde naam voor hun tanks. als Apple voorheen deed met hun besturingssystemen. In dat geval kunnen we nog een Cheetah, Puma, Jaguar, SNO, <laughs> Leopard, Lion and Mountain Lion tank verwachten. Ja, ik geloof dat die Leopard 2, waar we het over hadden. Dat die, is al, die ziet er al heel anders uit dan de Leopard 1, wat ik me ervan herinner. Overigens, toen ik daar in Amersfoort werd opgeleid, was de opleidingstank. Die wat, dat was gewoon, de, toen hadden we al wel Leopard tanks, maar eh, van de eerste generatie waar ook nog van alles eh, aan mankeerde. Eh, en de opleidingstank was een Centurion en daarvan werd gezegd dat die al verouderd was toen, hem, toen we hem kregen in 1950 of zo. Ja. En Koen Peter die deelt nog de top 10 van de Main Battle tanks in verschillende landen. In Duitsland was dat de Leopard 2A7A1. Ja, die moet je wel even om, om te onthouden, is dat wel vrij lastig. En in Zuid-Korea de K2 Black Panther? Oh. Zegt je dat wat? Zeg maar niks. Je kunt overal van die lijstjes vinden. Ja. Maar die, die zijn nogal tegenstrijdig in allerlei opzichten. Oh. Ook bij, bij, zowel bij tanks als bij auto's, als bij uh, fameuze literatuur, is, uh, spelen nationalistische gedachten toch altijd een hele prominente rol. Oké, okay, dit is van military.today.com. Uh, Oké. Okay. Uh, de Challenger 2 in de UK wordt genoemd. De Armata in Rusland. Merkava in Israël. Type 90 Het Japan. schijnt dat die Israëlische tank dat dat, uh, goed in orde is. Dat het een effectief, effectief apparaat is. Ja, in Frankrijk de Leclerc. En dan hebben we Oekraïne de Oplot M. En, en Rusland staat ook nog even met de T-90M. Nou, dat, uh... Ja, de T-90 is allemaal vanaf. Dus ja, T-34 is dus de tank. Deze zou wel van de tank zijn, denk ik. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. We hebben dat denk ik wel uitgebreid besproken, omdat ik hopelijk op, op overtuigende wijze had uitgelegd dat het dan niet zo... Kijk, al die tanks, zolang ze gewoon de motor kunnen starten en de ze draaien en het kanon ook af en toe afgeschoten kan worden. Het, het gaat bij tanks om het operationele gebruik ervan. Ben je daar goed in of ben je daar slecht in? Je kunt nog zoveel tanks hebben. Je kunt dus zulke geweldige tanks hebben. Als je ze operationeel niet kunt, goed kunt gebruiken, dan heb je er niks aan. Nee. Ja, behalve natuurlijk om opstandige gemeentes, uh, 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 opstandige opstandelingen van de pleinen van de, in de grote steden weg te jagen. Dat is uh, ja. waar tanks vaak voor gebruikt worden natuurlijk. Ja, precies. Tegen demonstranten win je altijd met je tank. Ja. Even kijken naar wat vragen die zijn binnengekomen. Je had een paar hele leuke reacties naar mij gestuurd. Ja, heb je die onthouden? Ja, vooral natuurlijk die, die meneer die in Oslo het contiki vlot was gaan bekijken. Een van mijn, een van mijn voor zover ik een bucketlist heb, een afschuwelijk woord. Wil ik ook dolgraag nog het contiki vlot zien voordat ik uh, naar de naar Eeuwige de Jachtvelden vertrek. Wat is daar zo speciaal aan? Ja, ik vond dat als kind, als jongetje. Heb ik natuurlijk dat boek gelezen, de Contiki-expeditie? En ik vond dat geweldig, werkelijk ongelooflijk. Dat was zo spannend, was het ook. En dat komt omdat die Thor Heyerdahl, die had een heel specifieke theorie over de, uh, uh, de immigratie in de, op de Pacifische eilanden. Want die zei ja, die, is de, die emigranten zijn uit Latijns-Amerika gekomen. En dan zei iedereen: Ja, dat kan ik niet, want hoe zouden ze dan hier gekomen zijn? Nou ja, dat is waarschijnlijk gedaan op een vlot. En toen heeft hij een vlot gebouwd van balsa-stammen. En dat vlot heette de Contiki, omdat die Contiki was een soort mythische figuur. die dan een rol zou hebben gespeeld in, dat, in die immigratiebeweging. En, en hij is met dat vlot en vijf uh, konuiten is hij uh, 3000 kilometer over de Stille Oceaan gegaan. Uh, hoe heet het? Gedreven. En tenslotte gestrand op een, op een van die eilanden. Dus daarmee bewijzend dat dat in principe mogelijk is. Dat er contacten wat kunnen zijn geweest tussen. Uh, laten we zeggen. Uh, Latijns-Amerika, de Maya's, de Inca's enzovoort. en de bevolking van de Pacifische eilanden. Later heeft hij nog gezegd: van ja, ook tussen vanwege die piramides die de Maya's bouwen. Maar denk je aan bij piramides, dan denk je aan Egypte enzovoort. Dus toen heeft hij een soort boot gebouwd van, van riet, van, hoe heet dat, riet, zo'n boot. En daar is die, ja, die is de eerste keer geloof ik gezonken. Maar de tweede keer is die met dat stomme ding inderdaad de Atlantische Oceaan overgestoken. En dit speelde zich natuurlijk allemaal af, het boek was hartstikke leuk, leuk geschreven ook, Spannende momentjes, het bezoek van de walvishaai. Nog leuker vond ik het bezoek aan de Explorers Club in New York. Allemaal ontdekkingsreizigers met houten benen en van die, van die zwarte lapjes voor de ogen. En dat is toch geweldig, wat een wereld is dat. En er was het natuurlijk nog geen DNA-onderzoek. En ja, Zodra dat DNA-onderzoek is gedaan, bleek natuurlijk die theorie nergens op gebaseerd te zijn. En qua DNA komen alle bewoners van de Pacifische eilanden, ook die van het Paaseiland, wat natuurlijk al heel ver in, in, in de oostelijke richting ligt, en die komen allemaal uit Zuidoost-Azië. Dus de, daarmee is de hele theorie van Thor Heyerdahl als, als een kaartenhuis in elkaar gestort. Maar het hele idee was ontzettend leuk. En dat vlot en het boek over die reis is ontzettend leuk. En nou goed, dat vlot is tegen strand. Dat was een, een zootje. Maar goed, die, al die rommel hebben ze bij elkaar verzameld. En die ligt nu in een loods in Oslo. En het leuke was, die man die dat schrijft, die reactie schrijft. Die maar Ja, hij had dat verhaal nooit gehoord. En dan is het natuurlijk wel vrij curieus. Dat je daar dat balsaflot ziet liggen met die rare rieten hut erop en zo. Eh, maar ik vond het interessant dat. Ik ken ik een jong iemand dat die al niet weet niks weet van de Contiki-expeditie. Nou, bij deze... bij deze is het uitgelegd. Even kijken. Um, trouwens, uh, dat moet ik nog even voordat ik het vergeet zeggen. 11 mei 2023... is dat festival bij de Radboud Universiteit. Ik heb het genoteerd. Ja. En uh, wat vroeg hij nou ook alweer? Ik kon op 11 mei. Het is een donderdag, is het. En hij vroeg nog, want ze hebben dus een... Uh, een mogelijkheid om jou als... Uh, je bent schijnbaar de hoofdact. En de hoofdact, dat klinkt alsof ik... <laughs> Met een hoedje op en, en, en een dansje moet maken of zo. Of de, de moonwalk moet voordoen op het toneel. Nou ja, Ze hebben dus ook buiten een heel groot podium staan. Ik zeg nou, ik zal Maarten even vragen of hij daar wil zitten of dat hij zich fijner voelt ergens binnen in een zaal. Dat kan ik me namelijk voorstellen. Dat je in zo'n zo zaal zoals we ook bij nou, hebben. Nou, optreden in de buitenlucht, dat is meestal niks gedaan. Omdat je stem, dus... Die, ja, of je moet wel een hele speciale effectieve geluidsinstallatie hebben. Want anders, je verwaait in no time. Ik heb al een paar lezingen in de buitenlucht gehouden. En dat is niet mijn grootste liefhebberij. Ja, oké, dus we moeten je moet dat binnen zeggen, doen. Dat zal ik hem dan doorgeven. Ik doe dat liever binnen. We en hadden... maak ook op aandringen dat er geen alcohol wordt geschonken bij de festiviteiten. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Dan moeten we op tijd beginnen, want ze gaan daar later wel zuipen. En liefst, en liefst dat het publiek zit en niet staat. Oké. Okay. En in een tent, heb je daar moeite mee? Nou, dat. dat... Als die goed geventileerd wordt. <laughs> oké. Okay. En okay. ze zitten en ze drinken niet. Ja, oké. Okay. En er was ook nog een Staande mannen die staan en drinken. Laat staan in de buitenlucht, dan weet je zeker. Je kunt verder op je kop gaan staan. Je kunt in je blote reet binnenkomen. Het interesseert zich een bal. Ze lullen overal doorheen. Terwijl de vrouwen zeggen dan nog zo, Piet, Piet Klaas, rust dan nou even. Meneer Verrossem vertelt iets heel interessants. Nou, daar hebben ze. Ja, meestal hebben ze al zoveel alcohol naar binnen gewerkt dat ze hun niks anders interessant vinden dan uh, hun eigen kletspraatjes. Ja, oké, okay, nou, dan komen we wel vast wel uit. En. Uh, oh ja, er was wel het verzoek om eventjes op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen binnen de universiteit. Want er is geen koppeling meer met uh, het katholieke geloof bij de Radboud. Oh, nou ja, dat, dat wist ik dus niet. Ja, ik heb enkele keer een promotie daarbij gewoond. En nou ja, ik was natuurlijk ik was Dat is, moet ik zeggen, ook alweer een hele tijd geleden. Maar ja, je ja, hebt ja, ja, een promotie en het begon met gebed en het einde met gebed. <laughs> De Heer Jezus had er ook van allerlei ideeën over dat je denkt. Hallo, wat heeft dit met wetenschap te maken? Ik <laughs> ging ook vol met kruisbeelden daar. <laughs> maar goed, ik begrijp dat het, dat het niet, dat het niet meer zo is. Was dat op de kut ook zo? Um, nee, daar heb ik ook wel eens een promotie bij gewoond. Uh, maar herinner maar veel recenter, echt, okay. echt maar een paar jaar geleden. Ik kan me niet herinneren dat daar... Ik kan me herinneren dat er heel weinig mensen... Die aula's zijn meestal idioot groot. Met als gevolg dat er dan... Ja, als je dan vijftig man hebt bij zo'n plechtigheid... Dat, dat verzinkt in die enorme ruimtes. Ja. Maar ik kan me niet herinneren dat er gebeden werd. Oké. Okay. Even wat uh, interessante ideetjes nog voor uh, andere de volgende podcast. De mythe van het monster van Loch Ness vraagt Sander uit Noordwijk... of je daar een keer wat over wil vertellen. Ja, ik geloof totaal niet aan het monster van Loch Ness, dus... Uh, dat is namelijk zo uitgebreid onderzocht dat de kans dat er een monster in zit, dat die is wel bijzonder klein. Eh, maar dat is, wat je moet onderzoeken is mythologie: het feit dat mensen bereid zijn om in de gekste dingen te geloven, mits het maar een beetje, een beetje gevoed wordt. Het is niet mijn favoriete onderwerp, laat okay. ik dat eerlijk maar zeggen. Maak helemaal strippen weg. Dan hebben we hier Rob uit Breda. Die zegt: Maarten, ik ben benieuwd hoe mensen in een gebombardeerde stad nog rond kunnen komen. En hoe dit werkt met allerhande zaken, zoals het betalen van de maandelijkse huur, energiekosten, water, etc. Als je huis en stad is getroffen. Veel mensen zijn namelijk hun baan kwijt, misschien wel hun huis. Bestaat er nog een sociaal vangnet in tijden van oorlog en hoe werkt dit dan? Soort van. Het is vaak wonderlijk in wat voor penibele omstandigheden mensen natuurlijk in leven weten te blijven. De mens blijkt eigenlijk altijd bij dit soort van omstandigheden in staat te zijn tot, tot ongelofelijke zelforganisatie. Hè, zonder dat er van bovenaf leiding wordt gegeven gewoon ja, te zorgen dat het minimaal voedsel en bescherming is. Eh, eh, het, zal, het zal ook wel eens uh, problemen geven die nauwelijks oplosbaar zijn. Vaak, vaak verdwijnt natuurlijk de hele bevolking van zo'n gebombardeerde stad naar elders. Uh, vaak zijn het de binnensteden, dus dan vertrekken ze uit de binnenstad en naar de, naar de uh, dingen, naar, naar streken in de buurt. Maar nogmaals, zelforganisatie is vaak heel verrassend effectief. Oké. Okay. En Renier die vraagt of wij een keer de nucleaire ramp van Tsjernobyl willen bespreken. Ja, ik, ik kan hem niet anders dan aanbevelen om eerst die HBO-serie te uh, lezen, te zien over Tsjernobyl. Dat vond ik vrij indrukwekkend. Daar wordt wel deels een loopje met de werkelijkheid genomen. Maar uh, het, het is wel... Uh, de essentie van de gebeurtenissen wordt wel weergegeven. Oké. Okay. Okay. Even kijken, hier had ik iets opgeschreven over die Kontiki-expeditie. Vond ik natuurlijk een ontzettend leuk verhaal. Ja, iemand stelt voor... Daar was ik wel een voorstander van om iets aan uitvinders te doen. Omdat natuurlijk aan uitvinders zijn mensen die de wereld veranderen. Soms zelfs ingrijpend veranderen. Tesla. Om maar een praktisch voorbeeld te geven. Eh, maar die eigenlijk eh, relatief weinig historische aandacht krijgen. Eh, dus over politici, daar worden dikke boeken over geschreven. Maar eh, over uitvinders worden. Er worden eigenlijk niet zulke dikke boeken geschreven. Nou, Die worden ook wel geschreven, maar die zijn toch minder beroemd en die krijgen minder aandacht, terwijl ze eigenlijk meer aandacht zouden moeten hebben. De eerste man die een stoomlocomotief construeerde, die heette Trevithick. Heb je daar ooit van gehoord? Nee, daar heb je er al nooit van gehoord. Of van iemand als Faraday, de eerste die liet zien dat je met elektrische stroom en magnetisme een beweging kunt veroorzaken. Nou al dit soort van dingen, die, die hele wonderlijke, je weet, mijn lievelingseeuw is de 19e eeuw, die hele wonderlijke 19e eeuw waarin in feite alles is uitgevonden waar wij tot op de dag van vandaag gebruik van maken met uitzondering van de micro-elektronica. Dat is eigenlijk het ene wat de 20e eeuw heeft toegevoegd. Wat heeft uit feite uit, tenslotte een enorme impact gehad. Maar ja, jij kunt ook niet uit je hoofd de bouwers van, de eerste drie bouwers van een... Van een transistor, die kun je niet zomaar nee, opnoemen. Nee, absoluut niet. Jij wel? Nou, in ieder geval wel één, Shockley. Die ook zo gek als een deur bleek te zijn later. En Bardeen is nummer twee. Nummer drie, die ben ik van... Ver... Nou, weet ik, die weet ik dus niet meer. <laughs> ja, heel interessant dat dit ding is uitgevonden in 1948, als ik het wel heb. In de Bell Laboratories. En, en al vrij snel ziet, zien allerlei luide mogelijkheden van dit systeem. En met name ook van de geïntegreerde schakelaars en zo is, is dat relatief klein, en, en, maar goed, het al heel snel, uh, ja, tenslotte heeft het de wereld uh, totaal en compleet veranderd. Ja. Maar dat heeft Faraday ook gedaan. Als Faraday er niet was geweest, dan was dat allemaal niet gebeurd. Oh. Nou ja, dan was het door een ander uitgevonden. Dat is wel een punt. Maar toch, ik, wil, ik vind het wel leuk om iets aan uitvindingen te doen. Oké, okay, dan, uh, dan, dan zetten we die er ook op. Uh, uh, er wordt ook gereageerd op het boek van Bradford. Ah. Veel interesse geluisterd. Ik kan me goed deels vinden, zegt deze schrijver... in de kritiek op het neoliberalisme en de negatieve neveneffecten op de samenleving. Toch zit er een soort tegenstelling in. Een grotere rol voor de overheid in markten die we als belangrijk beschouwen... Wat Maarten ook bepleit in de podcast, veronderstelt dat de overheid in staat is uitvoerig van beleid adequaat te organiseren. Ik ben er echter niet van overtuigd dat de overheid een efficiënte marktspeler kan zijn. Kijk alleen al naar dossiers rondom stikstof en de opvang van asielzoekers. En historisch gezien is er afdoende bewijs dat overheden duur, inefficiënt en bureaucratisch zijn als uh, ze behalve beleid maken dat ook moeten uitvoeren. Ik denk dat de overheid voor de markt de juiste kaders moet scheppen, verbinden. En, of sorry, waar binnen de markt zonder al te veel negatieve bijeffecten op bijvoorbeeld milieu of ongelijkheid kan functioneren. Ja, dat is een brede long bepleit, ook niet overheidsbedrijven. Hè. Neem, neem Engeland, waar natuurlijk een groot deel van de zware industrie en, en alle andere sectoren genationaliseerd zijn door de Labour-regering die in 1946 aan de macht kwam. Dat wordt algemeen beschouwd als een betreurenswaardig misverstand. De overheid moet in feite een regelsysteem creëren. Moet ook wel zorgen dat dat nageleefd wordt. Maar de overheid zelf hoeft, moet niet dingen gaan produceren. Dat is niet de bedoeling. In Nederland hebben we eigenlijk nooit zeer omvangrijke overheidsbedrijven gehad. En ik moet zeggen, degene die we hadden, die functioneerde eigenlijk niet zo slecht. Denk in Nederland aan de... De Postgiro, dat was zo'n heel moderne, goed functionerend bedrijf. Wat we verpatst hebben zonder dat daar een dringende noodzaak voor was. Ja, is de privatisering van de spoorwegen, zijn we daarmee op vooruit gegaan. Je hebt natuurlijk, kijk, als vooral monopolisten, die in vrijwel elke samenleving heb je natuurlijk een aantal monopolisten nodig. Die, daarvan is het vaak wel nuttig dat ze door de overheid gerund worden volgens mij. Want anders kan een monopolist natuurlijk allerlei hele onaangename dingen doen. Moet je concurrentie... Nou ja, die concurrentie op het spoor, dat heeft toch helemaal niks opgeleverd. Nee. Dus ja, tot op zekere hoogte heeft die man gelijk. De overheid moet je niet de zware industrie laten runnen, naar mijn idee. Maar nou, ik wijs maar op het feit dat we onze hele energiesector... met uitzondering van het distributienet verkocht hebben. Zeg maar rustig verpast hebben... De, 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 de provincies die, die het slijm liep uit de bek. Bij het idee dat ze hun, hun, hun hele energiesysteem van 6 miljard konden verpassen aan een Duits of Zweeds bedrijf. En nu hebben we, door veranderde omstandigheden, spijt als haar op ons hoofd. omdat we geen greep meer hebben op dat, op dat energieapparaat. En moet onze, onze ijverige minister. Die hierover gaat, die robjette moet zeggen dat nee, maar we moeten allemaal gemeentelijke energiesystemen hebben. Ja, zegt de CDA en de VVD, die een zulke grote voorstanders waren van al die verkoop. Ja. Dus ja, het, dit, hier ligt toch de waarheid in het midden. Mustafa, die luistert in Dubai. Hij zegt, ik zit hier in verband met mijn werk en ik luister altijd graag naar jullie. Maar ze zegt vaak zinnige dingen, niet altijd eens, maar toch. Graag vraag ik Maarten naar de mening van de economische toekomst van de UK. Land lijkt af te glijden naar een derde wereldland. Wie koopt er nou nog Engelse producten? Made in England is gelijk aan slechte kwaliteit, dure troep daarentegen. Made in Germany is de gold standard. Uh, ja, dat, dat, dat is deels juist, denk ik. Uh, de Engelse industrie heeft niet, niet spectaculair gescoord in, in de, na, na de winst in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Toen ja, Engeland een geweldige aanzien genoot wereldwijd. Engeland is inderdaad wel wat afgegleden, maakt weinig indruk. Toch als je kijkt naar het inkomen per hoofd in, in Engeland, dan is dat nou super speciaal lager dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dat valt eigenlijk wel mee. En er zijn kennelijk dingen, ik zou niet weten direct wat, die de Engelsen zodanig kunnen maken dat ze dat ze, ze redelijk kunnen verkopen. Is de Duitse industrie succesvoller? Ja, dat is absoluut een feit. Zo, so, daar gaat er weer een. Hè? Een witbusje. Ja, ja, een witbusje, de, de White Fan Man, BBC-programma, geloof ik. Hè? Ja, dat je begrijpt dat de White Fan Man daar een, een afschuwelijke satanische figuur is, <laughs> die veel te hard rijdt, zoals deze ook. Ja. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ik zou eens even precies moeten kijken. Ja, is de Duitse industrie superieur? Ja, dat is voor een belangrijk gedeelte is dat juist. Eh, Duitsland is er wijze in geslaagd om zijn industrie ook in dat hele proces van de-industrialisatie althans deels overeind te houden. Eh, denk aan de auto-industrie, maar ja, een heleboel Duitse auto's worden natuurlijk helemaal niet in Duitsland gebouwd. Eh, die worden in Finland gebouwd, of in Slowakije gebouwd, of in Polen gebouwd. Eh, nou ja, ik weet niet of je het gezien hebt toen. ...toen de Oekraïne problemen raakte door die, door die Russische invasie... ...dat bijvoorbeeld een groot deel van kabelsystemen in auto's bleken in de Oekraïne gemaakt te worden. Ik denk, nou, dat wist ik nou ook weer niet. Uh, maar feit is, Duitsland heeft op dit punt goed gescoord. Al blijft onbegrijpelijk dat ze aanvankelijk volledig de boot hebben gemist op het punt van de elektrische auto's. Dat, dat is zoiets raars. Hebben ze nou gedacht, het zal ze vaart niet lopen? Of, we geloven er eigenlijk niet in, waardoor ze veel te laat begonnen zijn. En, nou ja, afhankelijk ook software technisch er helemaal bal van terechtgebracht hebben. Denk aan die rare Volkswagen's die de gekste kuren vertoonden. En dan denk je toch, huur dan een paar van die lui die er verstand van hebben in Californië. Maar, nou, dus, dus, dus... Uh, uh, uh. Ik ben, ben niet bij voorbaat bereid om te zeggen: Nee, Engeland is een volkomen hopeloos derde wereldland. En Duitsland, dat is, dat is de top. Ook omdat vaak Japanse producten nog weer een gaatje beter en betrouwbaarder zijn dan Duitse producten. En ik, ik wil nog even kijken naar het Engelse pro, eh, bruto product per hoofd. Dat vind ik wel interessant. Die, die keren dat ik zelf daarnaar gekeken heb, denk ik: Het valt er eigenlijk enorm mee. Ja, je hebt zo'n beeld van die aftakeling van die Engelse industrie. En die gesloten mijnen en bleke vrouwen met een, met een, met een uh, kunstgebied. <laughs> of nou ja, zoiets dergelijks. En dan blijkt het in de praktijk dan toch wel weer mee te vallen. Dus ik, ik, moet dat, uh, ik, wil, dat, ik wil Engeland wel eens even bekijken eigenlijk. En wie had gedacht dat Johnson zich zou terugtrekken? En had ik dat gedacht, zou onder druk allemaal zijn. Nee, ik vond, het, ik vond sowieso de hele vertoning zo lachwekkend dat ik. Dat ik nou ja, ik ben benieuwd of deze, manier, deze nieuwe meneer. Of die, of die enige overlevingskans heeft. Dat moeten we even afwachten. Het gaat steeds over zijn familie of zijn vrouw die zo rijk is. De, de, de... Ja, dat vinden we natuurlijk allemaal interessant. En dat is iets wat we allemaal kunnen begrijpen. Maar voorlopig moet hij natuurlijk van allerlei dingen doen om. Nou, zeg, de positie van Engeland ook op de, op de financiële markten te stabiliseren. En, en dingen te doen waardoor de Engelse centrale bank tevreden wordt gesteld. die natuurlijk ook, ja, die zaadbaan het maar aan, deze onzin. Het, het feit dat wat Truss wilde, samen met haar, met haar. hoe heet het. met, met haar quasi quasi Kwarteng. was een soort extreme vorm van, van neoliberalisme. Dat is eigenlijk. het was een soort van. Thatcherism, maar dan in het kwadraat. Nou ja, en dat, dat is volkomen stuk gelopen op het wantrouwen van de financiële markt. Hè? Ja. Hey, we hebben een keer afgesproken wat wij in december in Tivoli uh, behandelen. Ja, de wijze waarop Amerika ideologisch en strategisch gereageerd heeft op het eind van de Koude Oorlog. Ja. Denk je dat je dan een half uurtje kunt vertellen? Een half uurtje, drie kwartiertjes college? Je ongetwijfeld, maar niet heus. Nee. Nou ja, goed, we kijken wel hoe, uh, hoe we dat gaan doen. Het was vorige keer toch ook dat ik dacht: toen was, dacht, ik, dacht ik dat ik twintig minuten bezig was. En Het toen... was een uurtje toen in de Rijk, Ja, dat is wel. Maar zo. dat werd wel op prijs gesteld door ja, de mensen, moet ik zeggen. Dat is overtuigend. Dus ik denk dat dat wel een goede combinatie is: uurtje vertellen en dan een uurtje nog discussie. Dat denk dat, dat wel een mooie combinatie. Ik weet combina's. dat je belezingen vaak: ja, meneer Vossen, leuk dat u er bent. Maar dat u ja, twintig minuutjes, dat is wel, dat is wel voldoende. <laughs> dat ik denk: van ja, als je er toch bent. Hè, je ja, hebt toch flink betaald. En het is het toch veel leuker dat de lezinghouder twee uur eens even fijn uitpakt. Hoe het zit. Maar bij dat geschiedenis-event laatst was jij wel heel erg op de tijd. Daar was je, volgens mij, wat was daar, een half uurtje dat je mocht spreken. Maar ook uh, Ad Melkert uh, toen later kwam en geïnterviewd werd. Nee, dan mocht ik een uur spreken. Oh, een uur, oké. Okay. Met die stomme machine waar ik zo'n hekel aan heb, zo'n ding wat af gaat tellen. Zo'n klok, he? ja, dat wilde ik net ja, vragen. Ja, dat dus was 00.00 er... en dan begint hij te tellen 1, 2. Dan telt ja. hij weer op daarna, in ja, het rood. Ja. Eerst is hij groen en als je bijna oh, klaar ah, bent. Ja, verschrikkelijke dingen, want ik raakte en denk, oh, oh nee, hij telt weer. Ja. Ja. ja, daar moest ik me strak aan de tijd houden. Oké, okay, maar zo'n klok werkt wel, hè? En Volgens mij kwam Bas mij ook gewoon onderbreken. Dan roep ik altijd nog wat en zo. Maar... Ja, ja oké. Okay. Dan is dat in ieder geval het onderwerp. Ik ontdek... heb ik nou al vergeten waar het over ging? Heb ik dat ook? Waar ging het over? Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat je toen verteld hebt hier dat, dat je daar heel strak aan de tijd gehouden werd. Ja, je? met zo'n vreselijke tellen. Ja. Dat was, was wel vaker hoor. Ja. Maar het werkt wel toch? Of hou je daar niet aan? Als er niet iemand komt die, die het, het geluidskastje weggerukt dat je broek zakt, dan praat ik liever gewoon door. Ja, 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 ja oké. Okay. Oké, okay. en de opnames van de slimste gaan nog steeds op zondag door. Hè? Dus we moeten kiezen uit de vrijdag of de. Zaterdag. Ja, de, de slimste is, dat was deze keer gek genoeg, op donderdag en op zondag. Maar is in principe altijd op woensdag en op zondag. Dus we moeten ook voor volgende week even kijken. Vrijdag of zaterdag, een oh, van de twee. Dat moet vast wel weer lukken. Want nu had ik zaterdag niet gedaan. Ja, maar nog naar Middelburg moest. Ja, ja, dat is ver weg. ik, ik zit achterin. Dus. Heerlijk. Nou, veel plezier, waar gaat het over daar of ga je weer met ze laten kiezen? Ik, ik denk dat ze iets over de midterms willen horen, maar vaak laat ik ze kiezen, ja. En je weet, dan krijgen ze altijd herrie onder elkaar. En dan zeg ik altijd: kijk, daar hebben we nou democratie voor om die herrie te kunnen kanaliseren. Zodat we partijen kunnen vormen, namelijk een een midtermpartij, een Nederlandse Democratiepartij. En nou ja, van alles en nog wat is er mogelijk in principe. Maar ja, dan zijn er, is er altijd natuurlijk ontevredenheid eigenlijk. Misschien moet je gewoon een onderwerp aankondigen. Ja, dat, dat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar ze kunnen toch ook vragen stellen? Ja, ze kunnen altijd vragen stellen als ze willen. Op zichzelf ben ik altijd enorm voor vragen stellen. Ik vind ik hier ook leuk trouwens, het vragen stellen omdat het toch vaak niet altijd. Het is deels ook wel voorspelbaar wat de vragenstellers zullen vragen. Maar er zitten ook altijd vragen bij de. Jen, nou, ik heb er helemaal niet aan gedacht. Ja. Dat het toch, toch net even een, een, een deurtje opent. Een raampje openzet waar jij niet zo aan gedacht had. Mooi. Ik vergeet altijd wel wat. De Heer Jezus had er ook van allerlei ideeën over. Dat je denkt: nou, hallo. Nu die geschiedenis. Wat kunnen we nou leren van de geschiedenis? Hoe komt het nou dat velen van u denken dat die geschiedenis best nuttig zou kunnen zijn? Maarten Verrossen vertelt het in een luisterboek dat we nieuw hebben toegevoegd aan onze bibliotheek. En de vraag is, heeft die geschiedenisstudie enig nut voor de toekomst? Dat is een hele concrete vraag. Heb je er wat aan? Het luisterboek vind je via het linkje in de beschrijving. Stel voor u een beetje weten hoe het in de komende tien jaar zal gaan met de EU of met China. Mijn naam is Julia Jachtenberg en mijn missie is om Nederland beter te helpen slapen. In de podcast van Sea-Level ga jij leren welke praktische tips je deze week nog kan toepassen om de beste nachtrust ooit te ervaren. Check de link in de show notes en slaap lekker!